Jan-Marten van Rees, wethouder Binnenstad. Waar staan we hier? We staan hier op de Grote Straat Noord. Bij het begin van de werkzaamheden die we hier gaan uitvoeren. Om de Grote Straat Noord te vernieuwen en een modern jasje te geven. Het is een heel project dat de gemeente en u samen met de Structon voor elkaar proberen te boksen. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van dit project? Nou, we zijn bezig om de straten te vernieuwen. We gaan de oude stoep van Aldo gaan we terugbrengen. Er komen meer bomen, er komt water voor de kinderen om te spelen. Dus water en groen in het centrum. Dit deel van de Grote Straat Noord is het deel wat we transformeren naar meer wonen en werken. Dus buiten het winkelgebied. En het moet een dwaalgebied worden, zodat mensen op een hele prettige manier van de zijkanten van de stad in kunnen wandelen. En ja, dan van het mooie oude historische karakter van de binnenstad van Almelo kunnen genieten. Ik ben Niels Kuiltjes van Structon Wegen en Beton, de aannemer voor de Grote Straat Noord. En wat bent u op dit moment aan het doen? Wij gaan de Grote Straat Noord hier achter mij opnieuw herinrichten. Daarbij gaan we eigenlijk alles ondergronds en bovengronds opnieuw reconstrueren. De weg wordt opnieuw ingericht, riool wordt vervangen. Waarbij we meer ruimte maken ook voor woningen, voor meer bewoning. Dus samen met de transformatie van het centrum van Almelo gaan wij daarin ook de openbare ruimte opnieuw inrichten. Wanneer verwacht u dat de werkzaamheden worden afgerond? Het hele traject tot aan de Oranjestraat zal tot en met volgend jaar voorjaar vergen. Dus 2025 voorjaar. En dit eerste deel hopen we voor de december afgerond te hebben. Zodat in de drukke decembermaand er geen overlast is van de openliggende straten. Wanneer verwacht u klaar te zijn met uw werk? We hebben het werk opgedeeld in fases. Dus we gaan het grootste deel van de Grote Straat, het rioolwerk, proberen we voor de zomervakantie gereed te hebben. En het grote werk echt in het centrum proberen we ook voor de kerst, dus voordat de winkeliers echt weer de grote kerstdrukte verwachten, ook afgerond te hebben. Nou heeft u aan de werkzaamheden een officieel tintje gegeven door iets te onthullen. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, we doen deze werkzaamheden samen met Structon. En we hebben samen met Structon een groot doek over de Grote Straat getrokken waarop staat dat we die Grote Straat gaan vernieuwen. Het project duurt iets langer dan normaal, want u heeft ook ervoor gezorgd dat de winkels bereikbaar blijven. Jazeker, we hebben het werk zo opgedeeld dat we eigenlijk eerst de rijbaan gaan doen, zodat de winkeliers via de voetpaden bereikbaar blijven. En daarna gaan we het werk eigenlijk omzwaaien en dan gaan we naar de buitenzijdes. En dan gaan we voor de winkelpanden langs. Zo is er altijd doorgang voor voetgangers of eventueel ander verkeer, fietsverkeer. Worden er nog meer delen van de Grote Straat aangepakt? Ja, die zitten wel in de planning. Hè. Grote Straat Zuid zit in de planning. Daar zijn we nu een visie over aan het schrijven, hoe we dat dan willen gaan doen. En dat zal de komende jaren dan gaan plaatsvinden.